Zie je? Jozef. Jozef. Ik geloof dat Jozef door zijn vader onderricht was in de God van zijn vader. I believe that Joseph had learned from his father about his God. Want Jacob spendeerde tijd met Jozef. Because Jacob was spending time with Joseph. Zie je, maar Jozef komt in een situatie terecht. When Joseph gets into the situation. Waarbij iedereen hem vergeten is. In which everybody forgot about him. Waarbij de mensen die hij lief had. And the people who loved him. Hem haten. Hated him. Dat ze hem dood wilden hebben. That they wanted to have him dead. Waarbij hij in een situatie terechtkomt. When he enters into a situation. Waar hij niet in zijn vaders huis was. Where he wasn't in his father's house. Maar op een of andere manier hij wel wel gezien werd. But one way or the other he was still seen. Op een gegeven moment de duivel weer in kwam. But then the devil came in again. Om te vernietigen. To destroy him. Amen. De duivel is erop uit. The devil is going om ons levens te vernietigen. To destroy our lives. Maar God is ons niet vergeten. But God did not forget about us. Zie, God heeft Jozef nooit, heeft in die hele tijd. God in all this time. Heeft God Jozef niet uit de situatie gehaald? God did not put Joseph heeft elke out situatie meegemaakt. Every situation he went God kon verhoeden dat zijn broers hem verkochten. God could stop his brothers from God heeft wel verhoeden dat zijn broers hem niet doodden. God did stop them from killing him. God heeft verhoeden dat u vandaag niet dood bent. God stopped it that you are not God dead. God heeft verhoeden dat u vandaag nog leeft. God stopped it that. Zie, maar God heeft niet verhoed dat u misschien uit een bepaalde situatie bent gekomen. But God probably did not take you out of certain situations. Zie, maar ik geloof God heeft gezegd leef. But God said life. In de situatie waarin je zit leef. In the situation that you're in live. Zie, ook al zie ik God niet. Even though I do not see God. Ook al ervaar ik God niet. Even though I do not experience God. Ook al is God ver weg van mij. Even though God seems to be far away from me. Maar het feit dat ik leef. But the fact that I'm alive. Het feit dat ik nog kan ademen. The fact that I can still breathe. Het feit dat ik elke ochtend kan opstaan. The fact that I can stand up every hoe morning. Hoe moeilijk de dag is die tot moet komen. How hard the day may be that I'm hoe van ons als je gaat naar bed gaat met zorgen aan je hoofd. That when you go to sleep with worries on your ben head. Ben je blij dat je slaapt? Very happy you're asleep. En de volgende ochtend zo gooi je oog open doet. And the next morning when you open up your eyes. Het eerste wat in je gedachten komt. First thing that enters your mind. Zijn de zorgen van de dag. Are the worries of the day. Of ben ik de enige? Or am I the only one? Het eerste wat in je gedachten komt. The first thing that enters your mind. Zijn de zorgen van de dag. Are the worries of the day. Nou je wilt in je bed blijven liggen. Now you want to keep on laying down your bed. Je zou weer willen slapen. You want to keep on sleeping. Zie je, maar God zegt in die situatie. But God says in the situation. God zegt sta op en leef. Stand up and live. Sta op en leef. Stand up and live. Zie je, God neemt Jozef niet weg uit die ellende. God did not take Joseph out of the misery. God heeft Jozef niet weggenomen en gezegd van luister broers, laat die jongen met rust. God did not take Joseph out of the situation okay. And told the brothers leave him nee, alone. God heeft toegestaan dat zijn broers hem verkocht hebben. God allowed his brothers to sell him. God heeft toegestaan dat deze vrouw van Potifar zo tegen hem ingegaan is. God allowed his wife of Potiphar to do this to him. Zie, en deze jongen komt in de gevangenis terecht. And this boy is going to prison. Onschuldig. Innocent. Zie je, en de Bijbel, misschien heeft hij dat wel gedaan. Perhaps he did do it. Maar de Bijbel vertelt niet. But the Bible doesn't tell us. Dat hij heeft geklaagd bij God. That he complained with God. De Bijbel vertelt in geen van zijn ellende vertelt de Bijbel dat hij klaagde bij God. In none of the miseries the Bible tells us that he was en dat complaining vertelt to mij God. And that shows me. Iets over de karakter van Jozef. Something about the character of Joseph. Zie je, Jozef klaagde niet. Joseph did not complain. Jozef klaagde niet. Joseph did not complain. Zie je, maar ik geloof wel dat hij op een gegeven moment uitriep naar God. But I believe that he was crying out to God. Waarom? Omdat hij op een gegeven moment tegen de schenker zei. Because he said to the poor. Als je weer voor de koning staat. Stand before the king gedenk again. Mij. Remember doe een woordje voor mij. Say something about me. Want ik ben onschuldig. Because I am innocent. Zie je het feit dat Jozef hulp bij mensen zocht. The fact that Joseph was looking for help among people. Vertel mij dat hij bij God riep om hulp. Shows me that he was crying out to God for help. Zie je, maar Jozef heeft niet opgegeven. But Joseph did not give up. Jozef heeft niet de bijl begraven. Joseph did not bury the bijl. Jozef heeft niet de doek in de ring gegooid. Joseph did not put the towel into it. Zie je, want ergens diep in zijn hart. Somewhere deep in his heart. Wist hij. He knew. God is mij niet vergeten. God did not forget about me. En hoe wist hij dat? How did he know that? Omdat de Bijbel zegt. Because the Bible says. In het huis van Potifar. In the house of Potiphar. Werd hij verhoogd. He was exalted. En alles wat zijn hand aanraakte. And everything that his hand touched. Was een zegen. It was blessed. En het huis was een zegen. And the house was a blessing. En de Bijbel zegt in de gevangenis. The Bible says that in prison. Heeft de gevangenisbewaarder hem verhoogd. The keeper exalted him. De gevangenisbewaarder bemoeide zich met niks wat er plaatsvond daar.
Alles wat uitgevoerd Everything had to be done. They Joseph. Joseph did it. En de gevangenbewaarde bemoeide zich daar niet. And the keeper of the prison was not involved in it anymore. Dus ik geloof. So I believe that Joseph ergens in zijn hart wist. That Joseph knew in his heart. God is mij niet vergeten. God did not forget about me. Want door desondanks die ellende. Even though all the misery. Desondanks die moeilijkheid. Nevertheless the hardship. Desondanks ik ben weggerukt uit mijn vaders huis. Nevertheless I've been taken out of my father's house. Desondanks ik de liefde van mijn vader niet meer kan ervaren. Nevertheless I cannot experience the love of my father anymore. Iets in mijn leven goed is. There is still something good in my life. Zie je, en vanwege zijn karakter. And because of his character. Vanwege zijn houding. Because of his attitude. Kon God hem zegenen. God could bless him. En God kon zegenen de werk zijn handen. And God could bless the work of his hands. Zie eens, wij brengen onszelf in ellende soms. We bring ourselves in misery at times. Wij brengen onszelf in moeilijke omstandigheden. We bring ourselves in hardship. En toch roepen wij tot God, Heer, waarom laat u dit toe in mijn leven? And still we cry out to the Lord, why did you allow this to me? Why did you do this to me? Soms durven wij zelf te zeggen, Heer, waarom kon u me niet stoppen? Sometimes we say, we're brave enough to say, God, why did you stop me? Waarom heb ik niet naar u geluisterd? Why did I listen to you? Zie je? En wij komen in die ellende. And we get into this problem. En we krijgen een houding. And we get an attitude. We krijgen een houding. We get an attitude. Weet je, en daardoor kan God ons niet zegenen. And that's why God cannot bless daardoor kan God het werk onze handen niet zegenen. That's why God cannot bless the hands God of our zegt in je ellende, in het bloed van je geboorte. God says that in the misery, in the blood of your birth. Leef. I said live. Ik heb gezegd leef. I said live. Zie je, want God heeft een plan met ons leven. Because God has a plan with our lives. God een plan met uw leven. How many of you know God has a plan with your life? Als u niet gelooft, dan vertel ik u vandaag, God today, heeft een plan met uw leven. God has a plan with your life. Zie je, de Bijbel zegt in Jeremia 29, the Bible says in Jeremiah 29 zegt de Bijbel, ik weet de gedachten die ik over u koester. Ik weet de plannen die ik voor u heb. I know the plans I have for hij zegt, er zijn gedachten van voorspoed. Thoughts of prosper. Zie je, er zijn plannen om u voorspoedig te maken. To prosper you. Amen, dus God heeft een plan met uw leven. God has a plan with your life. Het maakt niet uit welke ellende je meemaakt. It doesn't matter what kind of misery you go through. Het doet me denken aan het verhaal van Paulus. It makes me think of the story Paulus of Paul. En Silas, die waren bezig evangelie te verkondigen. Silas were busy spreading gospel. En een vrouw kwam daar. And a woman was there. En een vrouw die dagenlang vervelend. And for days and days she was being annoying. Zie je, en op een gegeven moment in de Bijbel, ze hebben de waarzeggende geest uit die vrouw gedreven. At a certain point that the Bible says that they put out the spirit of witchcraft. Ja. En op een gegeven moment zegt de Bijbel. And at a certain point the Bible says. Deze vrouw was bevrijd. This woman was delivered. Hoeveel zouden niet blij zijn? How many of you would not be happy? Zie maar, er waren mensen in die stad. But there were people in that city. Die niet blij waren. That were not happy. En het gevolg daarvan is dat Paulus en Silas. And the result of that was that Paul and Silas. Vanwege de bevrijding van de vrouw. Because delivering this woman. In een buitenste kelker werden gegooid. They get into the worst prison. Nou, een buitenste kelker. Now the worst prison. Moet je zien als een isoleerde cel. You must see like an isolation cell. Amen. Ze waren daar aan ketenen gebonden. They were chained. Maar dat gebeurde er vroeger. Handen en voeten gebonden met een stok ertussendoor. En daar zaten ze. And that's where we're at. Paulus kon hebben geklaagd. Paul could have been complaining. Paulus kon hebben gezegd. Paul could have said. Heer, we zijn toch het evangelie aan het verkondigen. Look what we're telling the gospel. Heer, we hebben iemand bevrijd in uw kracht. No, we delivered somebody in your strength. Maar weet je wat Paulus deed? But you know what Paul did? Paulus zat daar met Silas. Paul was sitting there. En op een gegeven moment dacht hij bij zichzelf. And he was thinking. En hij zei aan Silas. He told Silas. Ze hebben misschien onze handen geketen. Maybe they bound our hands. Ze hebben misschien onze voeten geketen. They have bound our feet. Maar ze hebben vergeten onze mond te keten. They have bound our mouth. Hij zei, wat zullen we anders doen? What else shall we do? Zullen we God niet groot maken? So we're not worship God? Zie, wij willen dat onze handen en voeten vrij zijn. We want our hands and feet to be free. En toch durven we onze handen nu opheffen om God te prijzen. Now brave enough to lift up our hands and zie, praise God. Paulus zegt, zijn houding en zijn hart was juist. His heart and attitude was correct. Paulus zegt, mijn mond is niet geketen. Paul said, my mouth is not chained. Dus niks anders doen op dit so moment. I cannot do anything else. Ik kan klagen bij God. I can complain with God. Maar ik geloof dat God niet gaat luisteren but naar I believe God will not listen to my complaining. Want hij weet alle dingen. Because he knows all things. En hij heeft toegestaan dat we hier terecht komen. He has allowed us to get here. Dus waarom zou ik klagen? So why should I complain? Om mijn woorden, om mijn moed te maken. To get me tired. Wanneer ik weet dat God toch niet gaat luisteren. When I know that God's not going to listen to wat me. Wat kan ik beter doen in deze situatie? What better could I do? Ik kan beter God prijzen. I can much better praise God. Ik kan beter God groot maken. I can much better exalt God. Paul maakte God niet groot.
Paul did not exalt God. Omdat hij verwachtte dat God hem zou bevrijden. Because he expected God to deliver him. Paul maakte God groot. Paul exalted God. Omdat hij wist dat het beste was te doen in die situatie. Because he knew that was the best thing to do in that situation. God groot te maken. And he started to exalt God. Together with Silas. En de Bijbel zegt er kwam een soort van aardbeving. And the Bible says an earthquake happened. En de boeien gingen los. And the cages were released. En alle gevangenisdeuren gingen open. And all the doors of all the prisons opened. Niet alleen van Paulus en Silas. Not just their cell. De Bijbel zegt alle gevangenisdeuren gingen open. But all the doors opened. Zie je, wanneer we de juiste houding hebben. When we have the right attitude. Zal God zegenen de werken van ons handen. God will bless the work of our hands. En wij alleen zullen gezegend zijn. And we're not be the only ones blessed. Maar in de hele situatie waar wij verkeren. Zelfs mensen die God zegen misschien verdienen. Who do not deserve zullen God's blessing. Worden. Will be blessed. Omdat wij de juiste houding because hebben. We have the right attitude. Zie je, en de Bijbel zegt. And the Bible says. Toen alles open ging. When everything opened. En iedereen wilde wegrennen. And everybody wants to run away. We zijn vrij. We're free. Zei Paulus, hey, Paulus wacht hey, jullie. Wait. We gaan nergens naartoe. We're not going anywhere. We gaan nergens naartoe. We're not going anywhere. En de Bijbel zegt, en die gevangenen. The Bible says, and the prison keeper was so bang geworden. Was so scared. En die zelfmoord wilde plegen. He wanted to commit suicide. En Paulus zei, niet doen. And Paul said, don't do it. Want wat je hier hebt zien gebeuren. Because what you saw happening is here. Is het werk van de grote God die we dienen. It's the work of the great God that we serve. Zie je, en deze man komt tot bekering. And this man repents. En zijn hele huis komt tot and bekering. And his whole house repents. Hoeveel van ons wanneer we zien dat God een klein ding in ons leven doet. How many of you know that we see God do a little thing in our lives. Willen we opeens alles en iedereen vergeten. We want to forget everything. Alles en iedereen. Forget everybody. Praise the God Lord. God heeft mij bevrijd. God delivered God heeft mij verlost. God has redeemed me. God heeft mij die ellende gehaald. God has taken me out of the misery. En we vergeten wat God eigenlijk wil doen. And we forget door het wonder wat hij in ons leven what God actually wants to do through that miracle in our lives. Amen. Amen. Deze jonge man Joseph. This young man Joseph. Op een gegeven moment. At a certain point. Toen hij zag dat iedereen vergeten was. When he saw everybody had forgotten about him. Iedereen had vergeten. Everybody had forgotten about him. Kreeg de farao een droom. Pharaoh had a dream. Een vervelende droom. A very bad dream. Nee, een moeilijke droom. A hard dream. Een moeilijke droom. A hard dream. En hij kon het niet verklaren. And he could not explain it. Weet je, God gaat soms dingen doen in ons leven. And God will do things in our lives at times. Wanneer wij gehoorzaam zijn. And when we are obedient. Sorry, ik moet er even door. Sorry, this has to go. Wanneer we gehoorzaam zijn. When we are obedient. Gaat hij soms dingen in ons leven doen. He will do things in our lives. Zie je, waar we niet op bedacht zijn. That we cannot think about. Waar we niet op bedacht zijn. Where you cannot expect it. Zie je, de Bijbel zegt wat geen oor heeft gehoord. What no ear has heard. Wat geen oog heeft gezien. What no heeft gezien. Eye has seen. Wat geen mensenhart is opgekomen. What has not come into any heart. Alles wat God heeft voorbereid. Everything that God has prepared. Voor degenen die hem lief hebben. For those who love him. Joseph is niet. Joseph did not know. Dat de farao een moeilijke droom heeft gekregen. That the farao had a hard dream. Joseph wist niet. Joseph did not know. Dat niemand die droom kon verklaren. That nobody could explain that dream. Hij wist het niet. He didn't know. Zie, maar God wist het wel. But God knew. Want God heeft deze man die droom gegeven. Because God gave this dream to this man. Zie, de Bijbel zegt, als we lezen Ezekiel. The Bible says, we read Ezekiel. De Bijbel zegt, op een gegeven moment. The Bible says. God zei in het bloed van je geboorte, zei het leef. In the blood of your birth as I live. Er kwam een moment. And God said, a moment came. Er kwam een moment. A moment came. God said that ik zag. That I saw. Dat de tijd rijp was. That the time was right. De Bijbel zegt, God zei, ik zag dat de tijd voor u gekomen was. I saw the time, your time had come. En God zei, ik pakte jou. And I picked you up. Ik waste jou. I cleansed you. En ik deed je de geweldigste kleding aan. And I gave you the most beautiful clothing. Zie, Joseph is niet. Joseph did not know. Wat met de farao gebeurde. What happened with Pharaoh? Zie, maar God had het allemaal voorbereid. But God had prepared all of it. Dat niemand die droom kon verklaren. That nobody could explain that dream. En die schenker. And that the poorer. Toen niemand de droom kon verklaren. But nobody could explain that dream. Schoten de schenker opeens te binnen. The poorer remembered. Oh ja. Oh ja. Joseph. Joseph. En hij ging naar de koning toe. He went to the king. En hij vertelde het verhaal. He told the story. En de koning in al zijn frustraties. And the king in all his frustration. In al zijn onbegrip. In all his Zie, God gaat niet wachten. God gaat niet maken. God will not kijk, have. Als de schenker Jozef niet vergeten was. If the poor had not forgot about Joseph. Had hij een woord gedaan voor Joseph. He would do a good word for Joseph. Dan had, misschien had de farao dat gezegd. Perhaps Pharaoh had said. Oké, laat die in mijn hof komen. Okay, let him come into my court. Perhaps. Zie, maar God gaat ervoor zorgen dat de situatie dusdanig wordt. But God will cause the situation in be such a way om je heen kan. That people cannot miss you. Amen. Men kan niet om je heen. People cannot pass you by. Zie, maar onze houding moet juist zijn. But our attitude has to be right. Wij moeten weten, God is mij niet vergeten. We have to know that God will not forget about us. Mijn ellende is me
Mijn situatie is ellendig. My situation is miserable. Zie je, ik ben afgewezen. I've been rejected. Ik ben misbruikt. I have been abused. Ik ben wat dan ook. I've whatsoever. Maar God is mij niet vergeten. But God did not forget about me. Zie je, en Jozef zag dat. And Joseph saw this. You know, de Bijbel zegt in het boek van Jeremia 7. The Bible says in the book of Jeremiah. De Bijbel zegt, vervloek is de mens. The Bible says, cursed is the man. Zijn vertrouwen in de mens stelt. That puts his trust in man. Maar weet je wat me opvalt van het stukje? But you know what I noticed? De Bijbel zegt op een gegeven moment. The Bible says. Wanneer er iets goeds langskomt. When something good passes by. Merkt hij niet op. He doesn't notice. Zie je, als ons hart niet juist is. When our heart is not right. Als onze focus niet Jezus is. When our focus is not Jesus. Zie je, gaat God goede dingen doen. God will do good things. Maar we gaan het niet opmerken. But we will not notice it. Zie je, Jozef. Joseph. Wist, God is mij niet vergeten. Knew that God did not forget Want about Want Jozef zag de goede dingen die because gebeurden. Because Joseph saw the good things that happened. In zijn ellende. In his misery. Zijn ellende was, hij was niet bij zijn vader. His misery was, he wasn't with his father. De liefde die hij kreeg. The love he had. De knuffels die hij kreeg. The hugs he had. Kreeg hij niet meer. He didn't get no more. Het was van het een op het andere moment weggenomen. For one on the other moment, it was Jezus, taken. Joseph was dat moment niet vergeten. Joseph did not forget about that hij moment. Hij miste de liefde van zijn ouders. He missed the love of his parents. Dat was zijn ellende. That was his misery. Maar in die ellende. But in that misery. Heeft hij niet bij de pakken neergezet. He was not just sitting down. Hij zag. He saw. De goede dingen die God deed. The good things God was doing. God zegende de werken van zijn handen. God blessed the works of his hands. Zie, hij zag dat. He saw that. And the Bible says, blessed is the man that puts his faith in God. The Bible says, when it's in a drought, you will always notice it when something good passes by. The Bible says, he zal de droogte niet merken. He will not notice the drought. De droogte zal hem niet opvallen. The drought will not be noticed by him. Ken je situaties? Do you know a situation? You go through something. Maar je bent zo gefocust op Jezus. But you're so focused on Jesus. Dat eigenlijk pas wanneer die situatie voorbij is. That actually after the situation had gone. Dat je terugblikt en denkt bij jezelf. You look back and think. My God. Man. Ik ben wel door een heavy day gegaan. I've been through a heavy time. Maar terwijl je er doorheen gaat. But while I was going through it. Die hitte. The heat. Die droogte. The drought. Je merkt het niet. You didn't notice. Amen. Amen. Je pakt misschien je zweetdoek. You get your cloth. You do a bit of just cooling it down. But you can't be saying, "Water, water, water." No. And that happened with Joseph. And that's what happened with Joseph. And op een gegeven moment, at a certain point, die droom maar niet verklaard kon worden. When that dream could not be explained. En de schenker opeens Joseph herinnerde. And the poor remember Joseph. En Joseph is gehaald. Joseph has been picked up. En Joseph de droom heeft verklaard. And Joseph explained the dream. Weet je wat de koning gedaan heeft? Do you know what the king did? De koning luisterde naar de verklaring van de droom. The king listened to the explanation of the dream. En God heeft Joseph niet alleen de verklaring van de droom gegeven. God did not just give Joseph the explanation maar of the dream. Maar God heeft Joseph ook verteld wat hij de koning moet zeggen wat te doen. But he also told Joseph what to tell the king what he had to do. De koning wat je moet doen koning. So you know what you need to do. Is in die 7 vette jaren. In those 7 years. Moet je opsparen. You need to save up. Want er zullen 7 moeilijke jaren komen. Because 7 hard years will follow. Zie je echt. Al wat God je voorbereidt voor degene die hem liefhebben. Zie, en de koning keek naar Jozef. And the king looked at Joseph. En de koning keek naar al zijn wijze mannen and daar. And the king looked at all the wise men there. En de koning zei, is er iemand wijs? And the king said, is somebody wise? Wijzer dan deze man. More wise than this man. Amen. Hij was een slaaf. He was a slave. Hij was een gevangene. He was a prisoner. Niemand zag de talenten in Jozef. Nobody saw the talents in Niemand Joseph. Zag de geweldige gaven die Jozef had. Nobody saw the great Zie gifts God that Joseph had, but God saw it. En God zorgde ervoor dat in de tijd van Potifar. And God made sure that in the time of Potifar. En in de tijd van de gevangenis. And in the time of prison. Dat Jozef zelf ontdekte welke talenten en gaven hij had. The talents and gifts he had. Zie, en op een gegeven moment stond hij daar voor de koning. And at a certain point he was standing before the heerser van de wereld. The ruler of the world. Zie je, want Egypte was toen wereldmacht. Because Egypt was the great power. En de heerser van de wereld. And the ruler of the world. Zegt tegen zijn wijze mannen. Tells his wise men. Die gestudeerd hebben. That have been in die school. Die boeken hebben opengeslagen. That have opened books. De nacht hebben doorgebracht. That have been gone om studie te krijgen. To study. Zegt de farao tegen deze mannen. Pharaoh tells these men. Wie is er wijzer? Who is more wise? Dan deze man. Than this man. Amen. En de Bijbel zegt hij werd
verhoogd. And the Bible said he was exalted. En hij moest zichzelf niet bewijzen. And he didn't have to prove himself. Je hoeft jezelf niet te bewijzen bij mensen. Prove yourself with people. Zie, als je weet, God is mij niet vergeten. If you know that God did not forget about me. Amen. I need to say this. Ik dacht you er gisteren aan. I thought about it yesterday, I'm going to say it. You know, ik ga het in het Engels zeggen hoor, dat is mooi. While going to the mess. Als je door de moeilijkheid gaat. God is processing you. Is God je aan het voorbereiden. To give you a message. Om je een boodschap te geven. When you're going to the test. Als je door de test gaat. God is processing you. Is God je aan het klaarmaken. To give you a testimony. Om een getuigenis te geven. Zie, maar als wij dat niet zien. But if we do not see als that. Als we dat niet ervaren. If we don't experience als that. Als we daarin gaan wandelen. If we don't walk in that. En toestaan dat de duivel ons frustreert. And we allow the devil to frustrate us. En toestaan dat de duivel ons klappen geeft. And allow the devil to hit us. Zie je? Dan gaan we ons focussen op wat Satan doet. Then we focus on what Satan is doing. Maar niet focussen op wat God toestaat in ons leven. We're not focusing on what God is allowing. Zie je? Job zei tegen zijn vrouw. Job told his wife. Job had door. Job knew. Job had zijn kinderen verloren. Job had lost his children. Hij had zijn rijkdom verloren. He has lost his wealth. Hij had alles wat een man kan verliezen had hij verloren. Everything a man could lose, hij had zijn status verloren. His status. Zie je? Als je verder is, had hij zijn vrienden verloren. If you read on, he lost his friends. Zijn vrienden komen naar hem toe om te klagen. His friends come to him to en complain. En aan te kijken van, je hebt zeker gezondigd. For sure you have sinned. Ga onderzoeken. Go on searching. Maar boven alles. But above all. Was hij ook zijn vrouw kwijt. He had lost his wife. Zijn vrouw was niet dood. His wife wasn't dead. Maar zijn vrouw was de eerste tegen hem zei. But his wife was the first to told him. Zeg God vaarwel en sterf. Say goodbye to God and die. Zijn vrouw zei dat. His wife told him that. Diezelfde vrouw die alle rijkdom had. The same wife when he was wealthy. Over straat liep. Walked on the streets. Met de hoofd opgeheven. With the head held high. Alle andere vrouwen keken haar aan. All other women were looking at her. En zij met haar hoge pumps. And she with her high pump shoes. Weet je, lopende. Walking. Met een attitude. With an attitude. En nu alles weg was. And now everything is gone. Zegt ze tegen die man. She told the man. Die daar voor alles gezorgd heeft. Who took care of everything. Zegt tegen die man, zeg God vaarwel en sterf. Say goodbye to God and die. Hij was alles kwijt. He had lost everything. Alles was hij kwijt. Everything. Hij had alle reden. He had all reasons. Om te klagen bij God. To complain with God. He had all reason. Om bitter te zijn. To become bitter. Maar weet wat deze man zei? But do you know what this man said? Hij zegt, vrouw, weet je wat? He said, woman, do you know? Naakt ben ik op deze aarde gekomen. I came to this earth naked. En naakt zal ik weer. Naked, I will leave it. Yep. Hij zegt, de Heer heeft vergeven. The Lord has given. En de Heer heeft genomen. And the Lord has taken away. Desondanks dat. Even though that. De naam des Heeren blijft geprezen. The name of the Lord still be praised. De houding van Job. Job's attitude. Zorgde ervoor. Was causing that God hem 7 times God rijker maakte. To God to bless him and make him 7 times more richer. Maar dat zorgde ook voor. But it also caused dat God tegen zijn vrienden zei. That God told his friends. Ga naar Job voor jullie bidden. Go let Job pray for en you. En een offer voor jullie brengen. And bring an offering for you. Zie je? Zo om terug te komen bij Jozef. So to get back to Joseph. Jozef werd verhoogd. Joseph was exalted. En Joseph hoefde zichzelf niet te bewijzen. And Joseph did not have to prove weet himself. Weet je wat de farao zei? Do you know what the pharaoh farao said? Farao zei, geef me mijn zegelring. Pharaoh said, give me my seal ring. Bring it here. Bring it here. En de farao die zegelring, Joseph zijn zegelring aan. And Pharaoh gave it to Joseph. Met andere woorden zei de farao. With other words, Pharaoh said. Deze man. This man. Is na mij de machtigste man in de wereld. After me is the most powerful man on earth. Het mooie ervan is. The beautiful thing of this is. Potifar. Potiphar, die eerst zijn baas was, that used to be his boss, is nu zijn ondergeschikte. Is now his servant. Potiphar die hem misschien aankeek. Potiphar who may perhaps looked at en him. En vies naar hem keek. And looked at him dirty. En dacht jouw ellendeling. And thought you miserable person. Waarom heb je mijn huis gebracht? Why did you take you into my house? Om mijn vrouw te pakken. To take my wife. Ik ga je wijzen welke macht ik over je heb. Point you what kind of power I have. Deze Potiphar. This Potiphar. Moest nu naar Jozef gaan. Now I had to go to Joseph. Meester, wat kan ik voor je? Master, what can I do for you? Dus dat is voor God. That's how God did. Als we de juiste houding hebben. If we have the right attitude. Zie je, en de Bijbel zegt. And the Bible says. Op een gegeven moment komen de 7 magere jaren. At a certain point, those 7 years came. In de hele wereld. And everybody in the whole world. In Egypte aan. Had to go get food in Egypt. Ook zijn broers. Also his brothers. Ook zijn broers die hem dood wilden. Also his brothers that wanted to have him killed. Maar het mooie van het verhaal is. But the beautiful thing of this is. Jozef is op een proef.
Joseph tested them. Hij zei eerst zei van luister. First he said, listen. Jullie zijn bespieders, spionnen. You are spies. Jullie komen kijken waar alles ligt om te komen stelen. You're gonna check where everything is so you can go steal it. Zei, nee. They said no. Really. En op een gegeven moment zei Joseph. And then Joseph said. Om het te bewijzen. To prove it. Eén blijft hier achter. One remains here. En jullie jongste broer gaan je halen. You're gonna get your youngest brother. Zij gingen terug. So they went back. Vader gepleit. And plead with the father. Vader zei nee. Father said no. Ik ben Jozef ook. I already lost Joseph. Benjamin ga ik niet. I'm not gonna get Benjamin. En ja, maar papa. Father, Simeon is daar. Simeon is still there in prison. Ja, Benjamin is hier. Benjamin is here. En op een gegeven moment. And at a certain point. We hebben zijn Bijbel, de voorraad die ze hadden raakte op. That the storage they had was gone through it. They had to go back. Ze gingen weer. And they went again. Met Benjamin. With Benjamin. Zie je met Benjamin. With Benjamin. En Jozef stelde ze op de proef. And Joseph was testing them. En Jozef, op een gegeven moment hebben ze alles gekregen wat ze wilden. Eventually they got everything they wanted to buy. En de Bijbel zegt op een gegeven moment hebben ze gezegd nagegeten met Joseph. And after they had dinner with Joseph. Hij zei de Bijbel op een gegeven moment luister. The Bible said. Stop mijn bekertje. Put my cup. Mijn favoriete beker. My favorite cup. In de bak van Benjamin. Put it in the bag of Benjamin. En gedaan. And they did that. En op een gegeven moment wat gebeurde? At a certain point, what happened? Ze bekrapte Benjamin. They caught Benjamin. Zo dom als deze broer zijn. As dumb as his brothers are. First, they've already experienced something. Nu ervaren ze weer iets. Now they experience something again. Maar zo dom als ze zijn. But as dumb as they are. Zeggen ze tegen die bewaarder. They tell this guard. Hey, luister. Listen. Bij degene bij wie je dat ding vindt. With the one you find it. Die mag als slaaf achterblijven. As a slave you may leave. Nou, Benjamin is degene bij ze vinden. So they find it with Benjamin. En broers terug naar Joseph. Brothers went back to Joseph. En begonnen te huilen. They started to cry. Ja. Please, we cannot do this. Benjamin has to come back. Also happened with a brother of his. We were bad. We cannot let that happen again. And for a certain point, God revealed himself. Joseph revealed himself. Who he is. And know what a beautiful thing about this story is. And with this I want to end. Joseph said, listen. Help me. Do not cry. Do not cry anymore. We know what Joseph said. Because all the misery that I've gone through was God's preparation for me to get you here. All the misery that I've been through, it was God's preparation for me to get you here. Kunnen wij dat vandaag zeggen? Can we say that today? Kunnen wij het wel door het proces heen gaan zeggen? Can we say through our process? De ellende die ik nu meemaak. The misery I now go through. Heeft een mooie vooruitzicht. Has a more beautiful prospect. God weet waar we heen gaan. God knows what we're going God through. God weet de processen die we moeten meemaken. God knows the processes we need to go through. God weet de ellende die we moeten meemaken. God knows the misery we need to go through. Weet je maar als je ontdekt dat God je niet uit die ellende haalt. But if you discover God's not taking you out of that misery. Denk dat God je vergeten is. Do not think that God forgot about you. Als je ziekte meemaakt in je leven. You go through diseases. En wat ook gebeurt, en je kunt maar niet genezen. And whatever happens, you cannot get healed. Terwijl je bidt. While you pray. Terwijl je vast. While you're fasting. Weet je, ik had het ooit gezegd. You know, a preacher once said. Ik dacht er niet even zelf. I just thought about it. Hij zegt. He said. Als je ergens doorheen gaat. If you go through something. En je hebt gebeden. And you've been praying. En je hebt gevast. And you've been fasting. En je hebt gesmeekt. And you've been pleading. En je hebt van alles gedaan. And you did everything. En God haalt je niet eruit. And God does not take you out of it. Weet dat hij iets beters voor je heeft. Then know he has something better for you. Weet dat hij iets beters voor je. Know that he has something better for you. Zie en deze Joseph wist. And this Joseph knew this. Zo mijn bemoediging voor u vandaag. It's my encouragement to you today. Ik weet niet wat je meemaakt. I do not know what you're going through. Maar ik geloof er zijn mensen hier. But I believe there are people here. Als ik kijk naar de reeks van predikingen die er zijn geweest. When I look at the series of preachings that have been. En de boodschap die God me vandaag geeft. And the message that today is coming from God. Ik geloof er zijn mensen hier. I believe there are people here. Die denken God is mij vergeten. That think God has forgotten about me. En het is niet van ja, God is mijn vrede, ga niet meer naar de kerk. It's not that, oh yeah, God forgot about me, so I don't go to church. You go to church. Maar wanneer die situatie daar is, but when the situation is there, de manier waarop je bid, the way you pray, zeg mij dat God, dat jij denkt, God is mij vergeten. Tells me that you think God has forgotten about you. Zie wanneer God roept en zegt, Heer, when God calls, when we call out, waarom moet ik door deze ellende heen? They say, Lord, why do I have to go Heer, through this misery? Ziek, Heer? Why am I sick? Heer, je ziet dat ik u dien, toch? I serve you, don't I? Heer, waarom moet het zo erg met me zijn? Lord, why does it have to be so bad with me? Zo gauw of zulke gebeden. As soon as certain prayers are prayed to the Lord. Weet je, dat is in ons denken.
ons hart. In our thinking, in our heart. Ergens, God is mij vergeten. Somewhere we think God has forgotten about me. Zie maar als ik weet dat God mij niet vergeten is. Because if I know that God had not forgotten about me, stel ik hem geen waarom vragen. I will not ask why questions. Zie als ik weet dat God mij